Beste leerlingen van het eerste jaar, ik ben meneer Van Sant en ik zal u erop meer vertellen over het project Technologie. Tekenen met de computer. In het project Technologie gaan jullie leren tekenen met een computer. Dit project slaat heel nauw aan bij de richting STEM, omdat we bij STEM, S-T-E-M, de S staat voor Science, de T voor Technology, wel dit valt helemaal onder Technology en ik verwacht ook een aantal eigenschappen van jullie. Houdingen die enorm gewild zijn als je in STEM terechtkomt later. Aan de hand van de cursus, die jullie ook kunnen terugvinden op Smart School, want ik heb jullie lid gemaakt, kan je aan de slag gaan. Ik neem jullie mee om te verduidelijken wat er juist allemaal gebeurde in dit project. Het doel, er zijn drie grote doelen, namelijk met het project Technologie willen jullie meer zicht laten krijgen op de functie en het belang van computers in de maatschappij. Dat zal je ondertussen wel gemerkt hebben in deze tijd. Wanneer dat we met technologie werken, moeten we zelfstandig zijn, zelfredzaam zijn, veel nauwkeurigheid aan de dag leggen en creatief omspringen met ons programma. Op welke criteria, welke talenten zou ik beoordelen bij jullie? Of jullie de regels en afspraken kunnen respecteren, want we zouden in een computerlokaal zitten. Hoe zelfstandig jullie kunnen werken. Hoe het tempo erin zit bij jullie. En welke of jullie de hulpmiddelen correct kunnen hanteren. Want als je in STEM gaat zitten later en je gaat te maken krijgen met technologie, dan verwachten wij dat je op een snelle manier, helemaal zelfstandig, met de middelen die wij jullie bieden, aan de slag kunnen zonder dat wij jullie handje moeten vasthouden. Jullie gaan dan ook zelf moeten beslissen van is dit nu goed of niet goed. Kwaliteit hou je zelf in de gaten. Dus het is een heel uitdagende richting. Wat zijn hier de hulpmiddelen? Wel, langs de ene kant krijg je een cursus die bestaat uit twee grote delen. Deel 1 is uitleg over de technologie waar dat we mee gaan werken. CAD. CAD, CAI, CAE en ook CAM gingen wij bespreken. Er zijn er natuurlijk nog andere, maar die gaan we niet helemaal overlopen. Dat zijn de drie belangrijkste. Aan de hand van een PowerPoint die jullie ook zullen terugvinden, kom daar straks op terug, kunnen jullie die eens doorlopen om een idee te krijgen van wat wij allemaal in de les zouden bespreken. Het tweede gedeelte van de cursus zou eruit bestaan dat we uitleg geven over het programma en dat we een bepaalde behoefte creëren. Want net zoals bij technologie hebben we een bepaalde behoefte, dan gaan we een ontwerp maken op basis van wat we juist willen. Dan gaan we het pad uittesten en dan gaan we eventueel nog aanpassingen doen. Dus we beginnen met onze behoefte en wat was de behoefte hier? We zouden iets willen maken met een 3D printer. En daarvoor moeten we iets kunnen ontwerpen. In de ontwerpfase moeten we met heel wat dingen rekening houden. En een van de grootste dingen waarmee we moeten rekening houden is het programma zelf uiteraard. Dus er wordt hier een uitleg gegeven over hoe je langzaam het programma moet starten. Om je te leren werken met het programma zijn ook die codejes voorzien om jezelf redzaam te maken. En zijn er ook opdrachten voorzien. Je kan dit, als je dat zelf zou willen, nog doen thuis. Geen probleem, elke stap wordt erin uitgelegd. Een van de stappen zijn begeleide beginnerstekeningen. Ik laat het toch eventjes zien. Wanneer je zo een bestand opent, dan kom je bij de eerste les en dan krijg je een digitale omgeving van het programma. De bedoeling is dat je telkens alles heel goed aandachtig leest, zodat je niets overslaat en begrijpt vooraleer je verder gaat naar de volgende stap. Wat is dan het doel? Het doel is dat je stap voor stap op basis van instructies iets kan natekenen en zodoende iets leert. Bijvoorbeeld in deze stap, stap nummer 5, moet je zelf aan de slag. De leerkracht geeft geen uitleg. Je moet zelf doorhebben dat wanneer er staat hier een 1, jij start hier met 1 klik en 2, je eindigt hier met een tweede klik, gebruikmakend van de tool Rectangle,
bij shapes, hier zijn de shapes, de rectangle, dat je dan deze handeling uitvoert. Klik, en kom, ik laat mijn muis volledig los, en dan hier een tweede klik. En voilà, we hebben ons vierkant getekend. Stap voor stap moet je dus doorlopen, van tabblad naar tabblad, en moet je ontdekken hoe dat je moet werken met het programma, zonder dat de leerkracht je hierbij helpt. Gaandeweg zijn er ook vragen die je tegenkomt. Die vragen die helpen je om iets te ontdekken en nog beter of vlotter te kunnen werken met het programma. In de eerste tekening eindigen we met een heel huisje. De volgende tekening, tekening nummer 2, starten we op dezelfde manier. Maar gaan we met dezelfde tekening een stapje verder. Alleen krijg je nu al het begin van de tekening. En gaan we proberen de tekening helemaal hetzelfde te maken. Je gaat het zelfs nog een derde keer proberen, maar dan wel beginnend vanuit een totaal andere vorm als startpunt. In de derde tekening gaan we daar nog een schepje bovenop bij doen en maken we er een heel heus terras aan vast. Waar vind je dat nu allemaal? Op Smart School, bij de vakken. Heb je nu projecttechnologie erbij gekregen. Daar bij de documenten vind je alles wat ik net heb getoond. De cursus, de PowerPoint, waarin dat uitgelegd wordt wat CAD, CAE en CAM is. Het programma, of toch de installfile, daarmee kan je zelf het programma proberen te installeren, maar het is een zeer oude versie. Ik heb dat ook expres gedaan. En de 3 beginnersbestanden. Eens dat je goed hebt leren werken met het programma, is er nog een opdracht waarin dat je op basis van instructies die hier genoteerd staan, probeert een huisje te tekenen. Daar wordt er vaak als probleem aangekaart dat de leerlingen enkel alleen naar de printjes kijken en niet goed lezen wat er staat. Met andere woorden, kan jij de hulpmiddelen correct gebruiken. Eens dat we al die beperkingen voorbij zijn en we weten hoe en wat, dan gaan we proberen zelf iets te maken. En dat is nu het uiteindelijk doel van dit project. Maak een eigen creatie. De bedoeling is dat je je aan een heel aantal richtlijnen houdt, afspraken, en dat je probeert zelf iets te creëren, creatief zijn en aanvoeren. Tijdens deze 4 lessen zou er altijd een stukje uitleg zijn met PowerPoint en een stukje werktijd. Tijdens die werktijd zou ik rondlopen, maar heel vaak moet ik gewoon verwijzen naar de cursus, want jullie stellen vragen die je gewoon kan opzoeken. En dat is net het talent dat ik bij jullie wil ontdekken wanneer dat je deze cursus zou volgen. Ben jij zelfstandig genoeg? Ben jij een doorzetter? Ben jij iemand dat ervoor kan gaan, dan is stem misschien wel iets voor jou. Zou je dit fijn vinden? Denk er eens goed over na. Als je twijfelt, ga maar eens kijken bij het vak projecttechnologie. Daar staan al de standen voor je klaar en je kan zelfs eens naar filmpjes kijken van de andere klassen die dat wel de cursus hebben doorlopen en die zelf ook hele leuke dingen gemaakt. Hopelijk ben je nu wat wijzer geworden en heb je een beter idee van wat het projecttechnologie juist inhoudt. Je kan altijd eens gaan snuffelen, zoals ik al zei, en als je vragen hebt, dan hoor ik ze graag.